Als kind was ik verslingerd aan Asterix en Obelix. En binnen die reeks bleef ik in één album keer op keer, herlezen. De Intrigant. Het lachen hield maar niet op. Integendeel. Met de jaren begon ik De Intrigant steeds grappiger te vinden. Ongetwijfeld ook omdat ik in mijn eerst zachtjes, maar dan steeds sneller uitdijnende hilalletje meer en meer intriganten meende te kunnen detecteren. Want wie is de intrigant? Waarover gaat het album? Ervan overtuigd dat dat vervloekte kleine Gallische dorpje maar weerstand blijft bieden, doordat de inwoners er veel te goed samenwerken en veel te eendrachtig zijn, een duidelijke anticipatie op de Belgische wapenspreuk Le Lion fait la force, gaat Keizer, Jules César, op zoek naar een professionele onruststoker. Zijn oog valt op Cassius Catastrophus, die voor de functie van staatsintrigant het ideale curriculum vitae kan voorleggen. Wanneer hij na een hele reeks eigenhandig gegenereerde rellen voor de leeuwen gegooid wordt, slaagt Catastrophus er zelfs in de leeuwen tegen elkaar op te zetten. En wanneer Keizer hem ontbiedt in de Senaat, gaan de deftigste senatoren in no time met elkaar op de vuist. Cassius Catastrophus is gewoon een van die buitengewoon getalenteerde genieën die moeiteloos in één oogopslag de zwakste schakels en de gevoeligste pijnpunten in de intermenselijke verhoudingen weten te spotten en die vervolgens met slechts enkele trefzekere woorden en blikken genadeloos en feilloos weten op te stoken. Eenmaal aan de slag in het Gallische dorpje veroorzaakt Catastrophus binnen de kortste keren een algehele oorlog van allen tegen allen. Niet alleen tussen oude rivalen als kost u niks en hoef niks, maar zelfs tussen de doodgoeie trouwe vrienden Asterix en Obelix. Het past mij hier als Vlaming om jullie Nederlanders te feliciteren. Want ook u heeft een intrigant van formaat. Iemand van dezelfde statuur als Cassius Catastrophus. Een staatsintrigant. Iemand die misschien wat dommig oogt en misschien ook een man van weinig woordenschat is. Veel woorden, weinig woordenschat. Maar die ook niet meer nodig heeft om politici en publieke figuren in no time het bloed onder de nagels te zuigen, zich publiekelijk belachelijk te laten maken en zich tegen elkaar in het harnas te laten jagen. Ik heb het natuurlijk over de journalist die totaal geen stijl heeft en zo mogelijk nog minder inhoud, Rutger Castricum. Net als Cassius Catastrophus heeft Castricum een cv van formaat. De fatale vernedering van Ella Vogelaar. Het politieke moment van 2008. Naar eigen zeggen recent ook de val van Job Cohen. Mevrouw Duisenberg uitschelden voor antisemiet. Aan Kees van der Staaij vragen of zijn adoptiekinderen ook terug naar af moeten worden gevlogen. Het is een willekeurige greep uit de masterstrokes van jullie meest prominente intrigant. Nederland heeft een dichter des vaderlands, een denker des vaderlands. Waarom geen intrigant des vaderlands? En dan meteen Rutger Castricum voor het leven benoemen. We kunnen met een knipoog naar Asterix zijn naam misschien wat aanpassen. Castricum verbastert vlotjes naar Catastrophus. Rutger Catastrophus, intrigant des vaderlands. Laat me eens doen waar Castricum nooit in slaagt. Even een ander register bespelen. Natuurlijk heeft ook deze cynische, eendimensionale man
recht op vrije meningsuiting en vrije nieuwsgaring. Natuurlijk. Maar ik ben het eens met Naïma Tahir dat dit soort journalistiek, als we het al zo mogen noemen, het politieke bestel perverteert. Het probleem is simpel. Castricum, en voor alle duidelijkheid, hij is zeker niet de enige, stellen in hun interactie met politici en publieke figuren, stellen geen vragen, ze ventileren opvattingen die ze in vragen verpakken. Hoe voelt het nu als antisemiet? Is geen vraag. Het is een opvatting en een persoonlijk verwijt. Als Castricum en Co. dus in de wandelgangen van het parlement dergelijke opvattingen ventileren en als volleerde stalkers dergelijke persoonlijke verwijten maken en blijven maken, dan breken ze de politieke arena die het parlement is open en handelen ze zelf als politici. Dat is mijn probleem met dit soort hypertendentieuze journalistiek. De journalist neemt de rol over van de politicus. En daartoe wordt hij niet betaald. Sterker nog, belangrijker nog, daartoe is hij niet verkozen. Ik zou er als parlementsvoorzitter korte metten mee maken. Enkel de NOS mag nog interviews afnemen in de wandelgangen van het parlement en alle andere journalisten kunnen post vatten op persconferenties. En als de NOS daartoe te partijdig voorkomt, te gekleurd is, kunnen ze misschien opnieuw Eva Jinek inhuren. Dan zijn alle evenwichten meteen hersteld. En waar er ook eens op ingegrepen zou mogen worden, Castricum en Co., die gewapend met minstens één camera aanbellen bij politici of andere figuren, bij hen thuis, letterlijk dus op de drempel van hun privé en van hun privacy, agressief een microfoon onder hun neus duwen, hen onder vuur nemen met als vragen gemaskeerde verwijten, tot de slachtoffers aan hun wonden bezwijken en letterlijk de deur dicht doen, of voor hen die echt geheel moedeloos geworden zijn en niet langer toerekeningsvatbaar geacht kunnen worden, volgzaam en vriendelijk Rutger Castricum en Co. daadwerkelijk van antwoord dienen. Hierover wil ik kort gaan. Voor mij is dit een vorm van huisvredebreuk, die er perfect wettelijk uitgefilterd zou kunnen worden. Dit zou niet meer mogen. Hoe het afloopt met de intrigant in Asterix. Hij krijgt een koekje van eigen deeg. Zag u hoe Castricum reageerde toen hij onder andere in de Wereld Draait Door een koekje van eigen deeg kreeg? Het werd plots een heel bang mannetje die je zo zou willen troosten en beschermen, afschermen van die boze, cynische, plagerige buitenwereld. Zou hij daar iets uit leren?